Wie van jullie zou er graag in de tijd kunnen reizen? Ik denk dat iedereen dat wel eens zou willen. Een moment in je eigen verleden herbeleven of anders gaan beleven. In het verleden of de toekomst gaan pieken hoe het eraan toe gaat. Ik wil het wel. Het boek Elke Seconde Telt neemt in die gedachten mee naar het verleden. Zo straf dat het lijkt of je er zelf bij bent. Fictie natuurlijk, maar wel realistische fictie. Het zou zo binnenkort wel eens echt kunnen gebeuren. We zijn eind 2021 en het verhaal speelt zich af in 2048. We hebben dus wel nog eventjes de tijd om te leren tijdreizen. Ik maak jullie graag warm om dit boek te lezen. Wedden dat je het in één ruk uitleest? Elke Seconde Telt is een boek van de schrijver-journalist Richard Hassink. Sinds hij 13 was, droomde hij ervan een spannende avonturenroman te schrijven. 30 jaar later bedacht en schreef hij het verhaal Elke Seconde Telt. Het is een fictief verhaal dat doorspekt is met historische feiten die kloppen. Feit en fictie lopen hier door elkaar. Daarom voelt het verhaal ook zo echt aan. Korte hoofdstukken volgen elkaar op. Er wordt constant gewisseld tussen drie verhaallijnen. Zo leren we Noah, een stoere meid die doortastend en eigenwijs is, kennen. Zij leeft in 2048. Daan, een onzekere, maar lieve en rustige jongen, die in 2013 leeft. En Orvid, een enorme fan van Half Liter, die naar 1944 wil reizen om zijn idool te steunen in de Tweede Wereldoorlog die Hitler dreigde te verliezen. Elk hoofdstuk eindigt met een ademstokker, voor er weer wordt gewisseld van personage. Dat geeft je zoveel zin om te blijven doorlezen en je steeds meer één te voelen met het verhaal. Doorheen het boek raken de drie personages steeds meer met elkaar verweven, met spannende belevenissen tot gevolg. Die draaien voor de ene wel veel beter uit dan voor de andere. In 2048 is tijdreizen echt mogelijk. Het voelt niet zo ver af. De tijdcapsule Polus laat ons de tijd herbeleven. Ik vond Elke Seconde Telt een spannend boek, aangenaam en verrassend om te lezen. En door de ademstokkers in elk hoofdstuk werd je aangepoord om steeds maar door te lezen. Het boek bleef de hele tijd spannend, meeslepend, boeiend en toch ook geloofwaardig. Dit omdat de historische feiten kloppen en het verhaal als gegoten ziet. Een juweeltje. Eenmaal je Elke Seconde Telt ter hand neemt, laat het je niet meer los en is het razendsnel uitgelezen. Ik geloof dat ik de 238 bladzijden in 3 rukken verslond. Mocht Hassink nog zo'n tweede deel uitgeven, ik stond meteen in de boekhandel of de bieb, want Elke Seconde Telt.